Ik heb een rol, ja. Mijn rol dat is Dave. Niet daarop, op wie is op die naam gekomen. Hi. Mijn plant heet ook zo. We kunnen het wel vergelijken met Spook van de Opera. Het is zeg maar een geest uit een masker dat ik altijd draag en dat iets in de film tegenkomt. En hij is erop uit om iedereen te vermoorden, die maar ook zijn territorium betreedt. Nou, ik heb Mitch geholpen toen hij niet meer wist hoe hij veilig ging met schrijven. Dus ik heb in principe de helft van het hele ding geschreven, toen heeft Mitch nog veranderd. En daarna heb ik geregisseerd. Wat ik op een of andere manier gedaan heb. Ik heb geen idee hoe ik het gedaan heb, maar ik heb geregisseerd. Je doet het goed hoor. Dus dat bedankt. Dat was mijn eerste keer. Dat is eigenlijk een heel makkelijk antwoord. Dat is de scène waarbij, gaan jullie dadelijk zien in de film. Op een gegeven moment, we hebben de scène moeten opnemen waarbij Wietse in een aparte kamer komt. En dan gaat het helemaal mis. Wat ga ik nog niet zeggen, het blijft een verrassing. Maar die scène, daar hadden we ons op verkeken. Dat is waar ik net over had. San en ik hadden hem op een bepaalde manier geschreven. En blijkbaar was op locatie zelf, bleek dat niet te passen. Ging dat niet. Nou, volgens mij hebben Sanne en Bram 3 kwartier staan praten over hoe gingen we dat oplossen. We moesten dat in Wageningen opnemen. En dat zijn jullie net vergeten te zeggen. Dat vond ik zo leuk dat ik dacht, dat moet ik onthouden. En dan is het ook best vallig. Maar in ieder geval, jullie waren 3 kwartier bezig. Ik was met mijn camera bezig. De standen bepalen, uitzoeken. En op een gegeven moment begonnen we dat met proberen. En daar ging het ook heel vaak fout. Dus we hebben echt volgens mij 2 uur of 2,5 uur staan kijken voordat we konden beginnen met opnemen met die ene scène waarbij Wietse in de aparte kamer komt. Maar uiteindelijk is hij eigenlijk nog heel vet geworden.